oude eraan is ook juist heel sfeervol, terwijl het US Open is enorm nieuw en groter. Wimbledon is toch wel van de traditie en het witte shirtje en dat hoort ook bij je gevoel als je op het Center Court komt. Iets unieks om op het Center Court te staan. Het is zo'n mooie tennisbaan waar zoveel historie is. Het grote verschil is dat je lang niet alle wedstrijden op Center Court speelt. Bijna geen één wedstrijd op Center Court eigenlijk in de aanloop. Alleen de halve finale hadden we op Center Court gespeeld. En dat je... Kijk, de eerste ronde moet je ook winnen. Het gaat ook om winnen of verliezen. En als je verliest kun je naar huis en als je wint ga je door. Maar het is niet de finale. En in de finale weet je dat je om de titel speelt van Wimbledon. En in de eerste ronde ben je bezig met de weg naar een finale. Want daar wil je uiteindelijk komen, want je wilt dat die titel winnen. Maar dan zul je 6 rondes moeten winnen. En de eerste ronde en de tweede ronde en de derde ronde zijn eigenlijk allemaal hobbels op weg naar het doel. Ze hebben partners die her en der aanwezig zijn. En minimaal aanwezig zijn op reclameuitingen op het hele park. Op Center Court niet. Het gaat gewoon de kampioenschappen, de championship. En dat maakt het ook zo uniek. Wimbledon is een tennisclub, net zoals dit misschien een tennisclub is. En dan hou je hier gewoon een evenement, een toernooi. Ja, en door de jaren heen is dat redelijk uitgegroeid. En is dat het belangrijkste evenement van de wereld. Zij verdienen daar heel veel geld aan. Maar ze hebben dat zonder sponsoring, doen ze dat eigenlijk, hebben ze helemaal niet nodig. Dat is het mooie aan het evenement, dat is ook weer de traditie. Ik denk op den duur dat dat steeds meer komt, maar in zekere zin hebben zij het niet nodig. Andere toernooien zoals Roland Garros, US Open, Australian Open zijn eigendom van de nationale tennisbonden. Dus de Amerikaanse tennisbond is eigenaar van de US Open. Dus als de US Open in 2 weken tijd 100 miljoen verdient, hartstikke fijn, maar liever 120. Want die 120 kunnen ze het hele jaar door besteden aan alle tennisstimulering, activiteiten, toernooien organiseren. Dat hele tennis, Amerikaanse tennisbeleid. Maar Wimbledon zelf, een tennisclub, ja, die verdienen ongelooflijk veel geld netto. Houden ze elk jaar over naar belasting. Maar ze hebben het eigenlijk niet nodig. Dus hun drive om meer te verdienen is niet zozeer aanwezig. En dus ongetwijfeld zal het een keer voorkomen. Maar ik zie het op dit moment nog niet gebeuren. Dat ze zeggen, oh ja, ze hebben het niet nodig, die 30 miljoen van de hoofdsponsor. Wimbledon, het groot verschil is, ze hebben de banen langzamer gemaakt en de ballen doen ze nu 2 dagen van tevoren lopen. Normaal bij elk ander toernooi ga je de baan op, bloembokje op de baan, opengemaakt, hartstikke vers, hartstikke hard. Op Wimbledon doen ze een paar dagen van tevoren lopen en dan tegen tijd dat het begint zijn ze wat zachter. Dus de baan is langzamer en de ballen zachter, dus het spel is langzamer geworden. En dat is de enige reden dat Rafael Nadal, als hij 10 jaar geleden, 20 jaar geleden had gespeeld, had hij never nooit Wimbledon gewonnen.
never nooit. En in de zin zijn de tennissers daar enorm onderbetaald. Ja, ze krijgen heel veel geld, maar ze zijn enorm onderbetaald. Tegenover andere sporten? Nee, tegenover het feit dat de spelers minder dan 20% van het totale geld wat de organisatie verdient, krijgen de spelers 20%. Nou, zonder spelers sowieso geen toernooi. Je zou zeggen, nou, kijk, tuurlijk, als je wint en je krijgt $1 miljoen of wat het ook is tegenwoordig, veel geld voor 2 weken. Maar blijkbaar zou het 4 miljoen moeten zijn. Als het, en zeker als het grootste evenement is in media exposure, sponsoring en weet je wat, wereldwijd. Nou, op gras gaat de bal, schiet de bal veel sneller door. Dus de baansoort is veel sneller. En veel toch onregelmatig. Hij start blijft lager, slice blijft laag, schiet door. Dat soort dingen zijn de belangrijkste verschillen. Dus, eigenlijk alsof je een heel extreem snelle baan staat te spelen. En omdat hij niet altijd regelmatig stuift, ja, krijg je niet altijd lekker die bal goed in de midden weer lekker. Nou, het is gewoon een... Kijk, Wimbledon zelf is een tennisclub. En die tennisclub heeft een voorzitter en een board, omdat het een hele speciale tennisclub is. En dan hebben ze natuurlijk wel heel veel bestuursleden, omdat hun organisatie van het evenement natuurlijk zoveel omhelst. En dus hebben ze veel meer mensen aan zich gelieerd voor functies binnen de club dan andere clubs. Maar het hele bedrijf Wimbledon, organiseer natuurlijk, heb je een voorzitter, dan heb je mensen die de marketing doen, en de televisie, en de PR, en de verkoop, en de tickets, en dan zit weer een heel team achter die dan de website, en dat is gewoon een gigantisch groot evenement. Nou ja, daar zit dus. Ik weet niet hoeveel mensen uiteindelijk tijdens het toernooi meedoen, maar er zitten sowieso 50 mensen per dag die daar echt mee bezig zijn. Om dat een goede baan te leiden en bij de sponsors langs te gaan en afspraken te maken en pakketten en dit en televisierechten wereldwijd.